Iedereen staat er bij de titel Diepgravende Inzichten omdat ik dat zo'n mooie titel vond. Maar ik geloof niet dat ik met hele diepgravende inzichten wil komen. Ik wil even introduceren wat de belangrijkste zoogdieren zijn die in keringen en kaders graven. En hoe die gaten eruit zien. En dat de graverij een impact kan hebben, dat is op verschillende plekken wel beschreven. De Unie van Waterschap heeft in de keringstudies gedaan in de jaren 80. Waar heel goede beschrijvingen staan van hoe die gaten eruit zien. COW, Centrum voor Waterkeringonderzoek. Bayoumi en Megiddo is een hele mooie bron. Die geven een indruk van welke soorten in Amerika veel impact hebben op keringen en kaders. En die laten ook een aantal voorbeelden zien dat dijken daadwerkelijk geperforeerd kunnen zijn of in gevaar kunnen raken. En dit is een oude foto van een tractor die omgevallen is door graverij. Dus dat graverij impact kan hebben is aantoonbaar. En ik heb hier wat plaatjes om te illustreren laten zien. Er zijn ontzettend veel beesten die in kaders en keringen graven. We hebben natuurlijk net van de rivierkreeften gezien. Dit is een overzicht van wat Amerikaanse dijkbeheerders belangrijke soorten vinden. Ze hebben in alle staten een heleboel dijkbeheerders geïnterviewd. En ze zijn erachter gekomen dat, eigenlijk dat er dus wel een soort rangorde is. Het ene beest is belangrijker dan het andere als het gaat om door keringbeheerders ervaren schade. Onderaan zie je nummer 14, de lijst gaat door tot 21, maar ik heb de bovenste 14 genomen omdat hier de ratten en de woelmuizen, de vols, staan en de muizen. Dan krijg je wat exotische beesten, de crayfish staat daar ook op nummer 12. En stijf bovenaan staat de muskusrat die echt ook in Amerika in 37 staten als een belangrijke schadeveroorzaker wordt gezien. En Niek die merkte net terloops op van toen we die muskusrat hier kwamen, hebben we de schade onderschat. Ik ben het niet met je eens. Al in 1917 is er een publicatie geweest van een Nederlander die heeft gezegd: die muskusrat is nog niet eens in Nederland, maar we moeten nu al opletten, want hij is gevaarlijk. Bever, nummer 2 in Amerika, een heel belangrijke bron van schade in keringen. De nutria staat erop, dat is de beverrat op nummer 7. En je ziet ook ground squirrels en pocket govers, dat is nummer 5 en nummer 9. Daar heb ik net zometeen een aantal voorbeelden van hoe hun gaatjes eruit zien. Maar muskusrat wordt dus ook in het continent waar die oorspronkelijk vandaan komt, als een belangrijke bron van schade aan keringen en kaders gezien. Wat in Nederland belangrijke gravers zijn dus ook de beverrat en de muskusrat, maar ik laat ook nog even de muis zien, de veldmuis. Dat is een woelmuis. Het is van dezelfde familie als de muskusratten. Een beetje een ronde kop. Dat is de kleinste variant die we hier hebben. Je hebt de bruine rat, die hoort niet tot die familie, dat is de uitzondering. Dat is een andere familie van beesten, niet tot de woelmuizen, maar die graaft wel degelijk gaatjes. Deze heb ik op volgorde van grootte ongeveer geplaatst, daarom staat er opeens een rat tussen. Ratten en muizen die kwamen onderaan in dat lijstje van die Amerikanen. En wij zijn ze bij inventarisaties langs de kaders en keringen van Nederland ook niet als echt belangrijke schadesoorten tegengekomen. Maar ik heb ze wel eventjes op de foto gezet om ze u te laten zien. Overigens is het wel zo dat Niek zich wel zorgen maakt om veldmuizen in kades, omdat ze in grote aantallen voor kunnen komen. Dus bruine ratten zijn sinds 1700 zo'n beetje in Europa. Veldmuizen zijn hier altijd al voorgekomen, maar die kunnen soms in enorme aantallen aanwezig zijn. Woelrat is een soort die net als de bever en de muskusrat een aquatische leefwijze heeft, dus meer aan de waterkant zit. Klein beestje, maar die komt in Nederland wordt hij regelmatig bijgevangen bij de muskusrattenbestrijding. Maar het is niet een hele abundante soort, zoals dat heet. Niet in extreme hoge dichtheden. En er wordt ook niet ervaren als dat hij nou deze soort nou de oorzaak is van heel veel graafschade die van belang is voor de veiligheid. Je merkt dat we steeds groter worden. Dit is de muskusrat. Foto van Alex Vissering. Die is als exoot naar Nederland gekomen, net als deze beverrat. Die hoort oorspronkelijk uit het Noord-Amerikaanse continent. En dit is de bever. Sinds lange tijd, sinds de jaren 80 ook weer in Nederland geherintroduceerd, was in 1700 uitgestorven. Nou, de reden waarom je ons ongerust maken is dat een mechanisme, wat ook al in de uitnodiging heeft gestaan voor deze dierendijkendag, dat als er zo'n gat in een kering zit, dat het water in het centrum van de kering kan doordringen. Ik mag aannemen dat Henk van Hemert daar zo meteen op ingaat. Dus het is van belang om te weten hoe groot die gaten dan zijn, die burrows, die graverijen, of ze ook daadwerkelijk tot in de kering doordringen. Dat
dat dit is een schemaatje, maar dat gebeurt dus ook echt. Dit is een gangenstelsel zoals Abel dat heeft blootgelegd. Abel, waar net al even naar verwezen werd, heeft met veel pijn en moeite vezelbeton in een muizengaatje gespoten. En dat daarna met een lepeltje schoongewerkt. Ik weet niet of je zelf hier zichtbaar bent, Abel, of een collega van je. Je ziet het. Dit is even voor de schaal. Dit is een gangenstelsel van veldmuizen. Dit is in 2015 gemaakt toen de veldmuizen zo nadrukkelijk aanwezig waren in Friesland. Dit is van tevoren erin gespoten, daarna is de grond eromheen weggegraven. En ik vond het leuk omdat ik daar een heel serietje van heb. Deze komt uit een hele mooie studie in Californië, waar ze ook van dit soort materiaal in gaten hebben gespoten van pocket gophers en ground squirrels. Kleine beestjes die in de kades van zandige kades en kleiige kades van Californië graven. En ze wilden wel eens weten, zijn die gaten dan echt zo belangrijk? Dus ze hebben dezelfde truc toegepast als Abel. Ook vrijwel hetzelfde jaar hebben ze het gedaan. En hier zie je een gangenstelsel van grondeekhoorntjes. Dat is iets groter dan van een veldmuis. En deze platen is uiteindelijk geproduceerd door dat hele systeem bloot te leggen. Dus ze hadden dat gangenstelsel gevuld. En je ziet hier een assenstelsel in, waardoor je de maat ook een beetje kan aflezen. Er staat gelukkig ook een eentje. Zo, dus een beetje ongeveer de maat. Deze lijn, dat is de crown, dat is de kroon van de kering. We kijken nu van bovenaf op een dijkje, een keringtje, zoals die in Californië ligt. En we kijken van bovenaf op het gangenstelsel, wat daar is blootgelegd. En dan heb je aan de waterside gangen en aan de landside. En die verschillende kleuren die wijzen alleen maar op een verschillende soorten materiaal wat ze erin gespoten hebben. Maar je ziet hier dat ze een kering hebben een burrow system hebben blootgelegd wat dwars door die kering gaat. Dus dat schemaatje wat net getekend was, dat gebeurt ook in het echt. En hier wordt het ding van de zijkant gezien. Ik heb nog een hele serie van dat soort plaatjes aan het eind, eventueel als er tijd over is. We gaan weer een stapje groter. Dit is een gangenstelsel zoals dat door een muskusrat wordt gegraven. Hier heeft Margot Akkerman zich samen met Henk en Dolf Sterk voor gemaakt en André van Veen. Op peur te spuiten in een gangenstelsel van een muskusrat. En dan zie je bolletjes, dat zijn de nestkommen. Die kunnen wel tot 30, 40 centimeter in diameter zijn. En pijpjes van 15 centimeter in doorsnede. Die gingen 2 tot 6 meter de kade in. En dat zijn dus inderdaad dat zijn de dimensies die jij net ook al noemde, Bram, voor je ter vergelijking met de kreeften. Dus ieder individueel gat in zichzelf is natuurlijk maar een paar. Misschien een kubieke meter zand of een kubieke meter materiaal, maar het gaat wel in je kering en het zit onder de grond. En voor een belangrijk deel kan het ook onontdekt zijn. Dit is een gat zoals die door een bever gegraven wordt. En je hebt dus wel wat anders nodig dan je vingertje om het gat af te dichten. Je moet er je hele reet in steken als je Hansje Brinkers bent. Dus een bevergat kan tot 40 meter wel in de kant gevonden worden. Op zich vinden we langs de waterkant veel ratten en muizen. Maar ratten en muizen, dit zijn allemaal wildcamerafoto's van een student van ons. Ik heb gewoon een steekproefje van allerlei wildcamerafoto's bij natte onderdoorgangen. En dan tref je bruine ratten en muizen heel vaak aan. Ze zijn er wel heel erg veel in het Nederlandse landschap. Maar uiteindelijk komen ze best wel laag in de orde van hoe belangrijk ze zijn voor onze keringen. Deze heeft een veel grotere impact. Die is sinds 1941 in het land. De muskusrat, een exoot, wordt uitdrukkelijk bestreden. Maar die Ritsema Bos die zag al in 1917 niet dat het een reden was om erop op te passen. Hij had in de Amerikaanse kranten gelezen dat ze daar de scheepvaart af en toe 3 dagen stil moesten leggen om de kades te repareren. Er was nadrukkelijk miljoenen schade. En dat was gewoon bekend omdat het via de kranten in Europa terecht kwam. De muskusrat heeft natuurlijke vijanden. Ter land, ter zee en in de lucht. Maar de belangrijkste vijanden in Nederland zijn de bestrijders. Die momenteel zo effectief georganiseerd zijn dat ze in staat zijn om die aantallen heel sterk terug te drukken. We weten veel van de biologie van die soort, omdat door IBN, het Rijksinstituut voor Natuuronderzoek, heel veel werk is gedaan in de biologie. En Freek Niewold. En omdat er de laatste jaren ook heel veel levendvang en merkwerk is gedaan door bestrijders van de Unie van Waterschappen, samen met de Zoogdiervereniging.
En er zijn in twee gebieden bijvoorbeeld de dieren tijdelijk niet aan bestrijding onderhevig geweest. En die aantallen zijn toen enorm toegenomen. Dus muskus hadden kunnen in enorme aantallen aanwezig zijn. En ze kunnen ook heel snel een aantal toenemen. En dat blijkt uit zo'n proefje, ook in de huidige situatie met alle bestrijders, of met alle ziektes en natuurlijke roofdieren, kunnen muskusratten gewoon een groot aantal zijn. En dat is een belangrijke reden waarom ze terecht als een gevaar worden gezien voor de waterkering. We hebben die schade systematisch geïnventariseerd. Sinds de muskusrat in Nederland aanwezig is, is altijd de schade aan de kering en de kades als het argument gezien om ze te bestrijden. Maar tot in 2005 is er nooit een systematisch overzicht geweest van, ja, maar is het nou ook zo dat er veel meer schade is als er veel meer muskusratten zijn? Nou, daar hebben weer de bestrijders van de Unie van Waterschappen heel nadrukkelijk aan gemeten. Wilfred heeft er ontzettend veel uren in zitten. Dank daarvoor. En we hebben in 117 proefvlakken op een heel systematische manier kilometers kade afgelopen. Misschien zijn er ook wel keringbeheerders die eraan mee hebben gewerkt hier in de zaal. En daaruit blijkt dat als je een gebied hebt waar relatief veel dieren zijn gevangen in de afgelopen jaren, dat staat op deze as, de aantallen vangsten in de afgelopen jaren, wat een maat is voor de dichtheid aan muskusratten, dan zijn er ook veel meer schades. Incidences of major damage. De schades die we belangrijk genoeg vonden om op te merken. En dat kunnen schade, 4 tot 5 schadegevallen per kilometer zijn in gebieden waar heel erg veel muskusratten zitten. En dan hebben we het nog niet eens over de kleine schadegevallen. Schadegevallen die we op een andere manier hebben gemeten. Namelijk door echt nadrukkelijk te voelen of er pijpjes in de kering of in de oever zitten. Dat is dat grafiekje daarboven. In beide gevallen waar ik jullie op wil wijzen is dat er een stijgende lijn is. Er is een positief verband tussen de aantallen muskusrattenvangsten en het aantal schades. En de standaard oeverbescherming. Je liet al een aantal oeverbeschermingstypes zien. Een standaard oeverbescherming functioneert heel vaak nog steeds niet om dit soort zoogdieren, onder andere de muskusratten, buiten te houden. Als er maar een klein gaatje in zit, dan kan het dier erachter zitten. En dan kan het zelfs een beetje werken als een hinderpaal om ze tijdig te ontdekken of makkelijk te kunnen bestrijden. Alleen als je een heel goed systeem bedenkt waarbij het dier er niet onderdoor kan zwemmen of tussendoor, zoals stalen damwanden of zo, dan kunnen er toch nog steeds aanzienlijke dichtheden muskusratten door een standaard oeverbescherming, achter een standaard oeverbescherming zitten. Dit was wat ik u wilde vertellen. Dank u wel voor uw aandacht.